Oké, goed. Ik denk dat we van start kunnen gaan. Goedenavond iedereen. Welkom op de derde sessie van de Belevingstrek. Er zijn nog altijd een paar mensen aan het joinen, maar alleszins al bedankt voor jullie talrijke opkomst. Vanavond staat dus de derde sessie van de Belevingstrek op de planning, waarin het zal gaan over stockpicking. Stockpicking, een van de belangrijkste thema's in beleggen, maar misschien ook wel de moeilijkste, hè? Hoe vertaal je je kennis die je hebt opgedaan in een aankoop? Dus daarom is het ook wel een moeilijke stap. En wij gaan jullie daarmee proberen te helpen, zodat jullie over kunnen gaan tot jullie eerste aankoop. In de eerste sessie van de beleggingstrek heeft Gert Bakelands ons proberen te overtuigen waarom het belangrijk is om vroeg te starten met beleggen. En beleggen in het algemeen. Enerzijds is dat om tegen de inflatie tegen te gaan, geldontwaarding. Als je je geld op je spaarrekening laat staan, wordt het steeds minder en minder waard. Kan je met hetzelfde geld binnen 10 jaar minder aankopen dan je dat op de dag van vandaag kan. En het tweede heel belangrijke, wat het achtste wereldwonder genoemd werd door Gert Bakelands, de samengestelde interest. Dus waardoor je eigenlijk rendement op rendement kan behalen. En dat is uiteindelijk het voordeel aan beleggen. En het voordeel aan vroeg beginnen beleggen, aangezien hoe vroeger dat je start, hoe meer rendement op rendement je uiteindelijk kan halen. Dan in de tweede sessie heeft Pascal Paap ons de basics van de fundamentele analyse aangeleerd. Hier kan je eigenlijk mee bepalen of een aandeel of een bedrijf onder- of overgewaardeerd is. Je kan zien of dat een bedrijf veel schulden heeft, of dat een bedrijf veel cashflows heeft, of dat ze voldoende cash hebben om hun schulden te dekken, etc. Maar het is heel belangrijk. Je kan een bedrijf niet kopen enkel op basis van die ratio's die we in de fundamentele analyse gezien hebben. Waarom? Omdat die ratio's een momentopname zijn. En je moet ook naar de bredere context kijken. Is dat een groeibedrijf? Dan kunnen de koers-winstverhoudingen aan de hoge kant liggen. Groeit het bedrijf niet meer heel hard? Dan gaan natuurlijk de koers-winstratio's lager liggen, omdat er niet meer veel groei verwacht wordt. En daarom hebben wij voor vanavond Bas van der Hout uitgenodigd. Bas is dus econoom van opleiding en hij is momenteel actief als journalist bij de Tijd. Hij is dus als geen ander op de hoogte van de actualiteit, maar ook van de ratio's en de cijfers van veel bedrijven. En wij denken dat het heel belangrijk is om deze twee te combineren. Tot slot is Bas een heel grote fan van Tesla. Een aandeel dat heel populair is bij veel jongeren. Dus dat is heel mooi meegenomen, want hij zal heel veel van jullie vragen hierover beantwoorden. Voilà, Bas, dat was mijn intro over jou, dus het woord is nu aan u. Goed, top. De presentatie is te zien voor iedereen. Ja, inderdaad. Oké, top. Dus het verhaal van vandaag. Vorige week hebben jullie van Pascal Papendat de fundamentele analyse gehad. En nou goed, nu ben ik aan de beurt met de stockpicking. Waar ik voor heb gekozen is voor de titel Ratio's en Verhalen. Misschien denk je wel, hè, waarom dat? Nou, ratio's, dat weet je, want dat hebben jullie vorige week gehad. Maar verhalen is denk ik iets nieuws. Ik heb ervoor gekozen omdat er een soort van verschuiving plaatsvindt. We hebben nu eigenlijk de oude beleggingswereld nog, die natuurlijk ook wel naar verhalen kijkt, maar eigenlijk vooral naar waarde kijkt en naar ratio's. En je hebt nu een nieuwe beleggingswereld en die kijkt vooral naar verhalen. Dat zijn de Robin Hoods en dat zijn jullie, de jongere beleggers. En om het extreem te pakken, hè, die oudere beleggers die vinden bijvoorbeeld Tesla, ja, veel te duur. Dat gaan we zo meteen ook zien met de koers-winstverhouding, waarom ze dat denken. En die zeggen van ja, wij gaan dat niet kopen en dat moet gewoon een keer zakken. Terwijl jonge beleggers zeggen van nee, dat is niet waar. Het verhaal is goed, daar gaat het mij om. En wat ik ervoor betaal, ja, dat is eigenlijk dat is niet super belangrijk. Want ze gewoon denken dat het een heel groot succes gaat worden. En je ziet eigenlijk dat is dat nieuwe idee van die verhalen. Ja, dat is aan het clashen met dat oude idee van die ratio's en waardeaandelen. En wat ik verwacht, hè, want dit soort dingen gebeuren altijd, hè, modellen. Van allerlei zaken in de wereld. Hè. Ook als je kijkt in de historie. Je hebt een systeem dat werkt. En dat werkt en dat werkt. En vervolgens wordt het steeds ouder en dan werkt het niet goed meer. En dan komt er een nieuwe generatie die daarmee in conflict gaat. En uiteindelijk verwacht je dat er een nieuw
ja, een soort nieuw paradigma ontstaat. En daar, nou, daar ga ik vandaag over vertellen. Dus dat is de bedoeling. Wie ben ik? Ik ben Bas van der Hout. Econoom en journalist bij de Tijd, zeg ik altijd in mijn vlogs. En dat klopt ook. Ik heb hiervoor gewerkt als praktijkassistent bij de Universiteit Antwerpen. Dus ik had ook super graag, ik had het heel leuk gevonden om jullie in het echt te zien. En om tegen jullie te spreken, omdat je dan ook, dan krijg je interactie en dat, dan weet je wat mensen denken. En dan kun je een beetje je verhaal bijsturen. Dus nu moet ik het doen op de manier waarop ik het nu doe. En dat, ik probeer dat zo goed als het kan. Maar ik kan jullie reacties jammer genoeg niet zien. Dus ik hoop, ik hoop dat jullie een andere keer tegenkom, dat ik jullie wel in het echt zie. Maar ik heb daar dus gewerkt. Nu werk ik bij de Tijd. En daar schrijf ik artikelen. Ik blog heel veel. Dus ik heb de Markt en Live blog. Sowieso een tip om dat in de gaten te houden. Want dan kun je echt. Er wordt heel actueel wordt het nieuws opgebracht. Beleggingsnieuws. En ik maak een wekelijkse vlog. Boel, Bear en Bas. Nou, ik geloof dat een aantal van jullie dat sowieso wel kennen, denk ik. En daar kies ik eigenlijk iedere week een onderwerp. En het kan ofwel met economie te maken hebben. Bijvoorbeeld wat is inflatie of zo, of iets actueels. Of het gaat over de beurs. En een van die twee kanten kan het opgaan. De laatste tijd gaat het veel over de beurs trouwens. Nou, soms doe ik wat geks. Dat mag ik, want normaal zijn wij een hele serieuze krant. Maar bij mij wordt het toch geaccepteerd dat ik af en toe wat apart doe. En ik heb nu dus voor de beursrally, daar kun je ook voor aanmelden. Dus dat is een fictief beleggingsevenement waarbij je ook geld kunt winnen. 10.000 euro als je wint. Dus we hebben een beursrally. En toen dacht ik, ik heb pas een puppy gekocht. En ik dacht van, laat ik die eens meebeleggen. En dan gaan we kijken of die het beter doet dan de pro's. Dus ik ga er nu mijn vlog laten zien waar de puppy in voorkomt. En dan moet ik even iets veranderen. Dit. En daar komt hij. Hoop ik. Ja. Op tijd.be/beursrally inschrijven. Yes. Vanaf deze week kun je op tijd.be/beursrally inschrijven voor de beursrally. Dan krijg je een virtuele portefeuille, maar je kunt er wel 10.000 echte euro's mee winnen. Nou, ik doe mee, maar mijn hond Jack die doet ook mee. En die gaat dus iedere week aandelen kiezen, random natuurlijk. En dat doen we om te laten zien wie presteert er nou beter? Een hond die random aandelen kiest of een expert? En dat doen we omdat er vaak kritiek is van beleggen is niet echt een kunst, maar is gewoon geluk hebben. We gaan kijken of dat zo is. Ik heb Jack dus laten kiezen. Hij heeft gekozen voor GBL, Wolters Kluwer, Sanofi en daarnaast heeft hij het Amerikaanse aandeel Citibank gekozen. We gaan het dus iedere week doen. Hij kiest 4 aandelen per week. En op het einde kijken we dus wie doet het beter, Jack of de experts. Dan willen we heel graag nog verwijzen naar Finance Avenue. Dat is een heel groot beleggingsevent, wat je sowieso als je van beleggen fan bent, moet je daar zeker heen. Normaal is het op een beurs, maar nu is het online door de COVID. Schrijf je daar zeker voor in. Wij zijn er ook, ik ben er ook, met een programma. Dus ga er zeker heen. En als je daarheen gaat, dan krijg je ook nog eens extra geld in de beursrally. Dus dat was ook weer mooi meegenomen. Oké, dit was het voor mij voor deze week. Volgende week ben ik er weer. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal Boel, Bear en Bas. Druk op het belletje om te zien wanneer de eerste video online staat. En dan vind je het leuk. Vergeet niet te liken en te delen. Doei! Goed. Dat was mijn vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Je kunt je dus ook abonneren op een YouTube-kanaal, Boel, Bear en Bas, maar laat ik ze het Engels zien. Dan nog even een vraag van wat voor econoom/belegger ben ik? Misschien is dat wel interessant om te weten. Ik krijg heel vaak reacties op mijn vlog of via de mail of op YouTube. En wat ik daarbij vaak merk is dat mensen hebben een soort van oordeel over wat voor econoom je dan bent. Maar heel vaak
ja, herken ik me daar niet helemaal niet in. Dus dacht, ik ga het gewoon een keer uitleggen. Ik ben gevormd door John Maynard Keynes. Nou, dat is de hele bekende econoom natuurlijk. En wat ik vooral interessant vind bij hem, en dat vinden veel mensen natuurlijk, is dat idee dat als het crisis is of als het depressie is, ja, dat je dan overheidsingrepen doet. Dat de centrale bank de rente verlaagt, dat de overheid massaal de schulden laat oplopen en het geld laat vloeien. En het lijden van de bevolking vermindert. En dat trok mij wel aan, omdat ja, ik probeer toch altijd zoveel mogelijk, zeker als zwakkere mensen problemen, om te helpen. En dat vond ik interessant dan, dat je dus echt met beleid mensen kunt helpen. Nou, daarnaast, Perry Merlin is een belangrijke figuur voor mij. Niet zo'n hele bekende econoom, maar ik vind hem echt heel goed. Hij heeft ook een lesmateriaal heeft hij online staan, dus een college. Het heet Money and Banking. Maar in ieder geval, hij hangt de Money View aan en ik hang die eigenlijk ook aan. En dat gaat erover dat alles zien wij, we zien het centrum van de economie zien we geld. En heel vaak economen zien geld gewoon als een smeermiddel. Wat niet belangrijk is, hè, want het gaat om productie en om efficiëntie. En geld, ja, dat is gewoon dat is een smeermiddel voor de economie, maar meer niet. Nou, ik zie dat niet zo. Ik denk dat geld dus de kern is. En je merkt heel vaak bij crisissen dat alle economische theorieën falen, behalve de money view. Dus dat is heel interessant. En je ziet het nu ook weer, zeker nu met de COVID-crisis, zie je dat dit aan de hand is. Want de money view, dat gaat er dus vanuit, of ja, dat ziet eigenlijk de economie als een combinatie van consumenten en bedrijven die allemaal inkomende en uitgaande kasstromen hebben. En die moeten met elkaar in evenwicht zijn. En als dat niet zo is, als daar een grove verstoring in plaatsvindt, ja, dan kun je een crisis krijgen. En het is niet zo moeilijk om voor te stellen hoe dat kan. Want je ziet nu bij de COVID dat een heleboel restaurants bijvoorbeeld, die moeten ineens sluiten. Die krijgen geen geld binnen en die kunnen dan niet aan vaste betalingen voldoen. Dus die raken onmiddellijk in de problemen. En om te laten zien van waarom is het nou een geldprobleem en niet een economisch probleem. Nou, als het een economisch probleem zou zijn, dan zou het zo zijn dat doordat we door de COVID bijvoorbeeld geen maaltijden meer kunnen maken in restaurants, die we aan mensen uit kunnen delen, dat er dan een tekort aan zou zijn. Maar het probleem is niet dat we een tekort hebben aan spullen. Het is niet zo dat we moeten hamsteren of we hebben genoeg spullen. Het probleem is dat we alleen bepaalde spullen niet meer kunnen kopen. En bijvoorbeeld bij restaurants. En die restaurants die zijn ook op lange termijn in staat om hun betalingen te doen. De meeste in ieder geval. Maar het gaat erom nu. En nu kunnen ze hun betalingen niet doen. En daar vindt de crisis zich plaats. En daaraan zie je dus, geld is superbelangrijk. Want het is puur een geldkwestie. En op lange termijn kunnen ze aan de betalingen doen. Het gaat om nu. En wat moet de overheid doen volgens de money view? Ja, als het dus misgaat, ja, zorgen dat iedereen geld in zijn zakken houdt. Dus inderdaad zoveel mogelijk de overheidsschuld ophogen en mensen uitbetalen en zorgen dat het betalingssysteem overeind blijft. Want ja, als ik mijn betalingen niet meer kan voldoen, dan kan jij ook niet meer je betalingen voldoen, want jij krijgt weer geld van mij. En vervolgens krijg je dat in een heel netwerk zit en kan de hele economie instorten. Dus het betalingssysteem kan instorten en daarmee ook de economie. Dus geld is de kern, dat is een ding. En nou goed, dan heb ik nog twee psychiaters en een econoom. Eentje is Sigmund Freud. Ik weet dat daar natuurlijk een boel over te doen is altijd. Maar ik heb daar heel veel van geleerd qua afweermechanismen. Ik weet veel beter wat er in mensen soms omgaat. Als je dat kent. Nou, een voorbeeld van afweermechanismen op de aandelenmarkt bijvoorbeeld. Dat je ergens wel weet dat je een bepaald aandeel moet verkopen. Maar dat je er toch voor kiest om het aan te houden, omdat je niet met verlies wil verkopen. Hè? Een beetje ontkennen van de realiteit. En daarnaast, en dat is eigenlijk een hele belangrijke, de laatste twee, Carl Jung en Robert Schiele, en daar gaat het vandaag eigenlijk over verhalen. Want Carl Jung, die zegt, dat is een psychiater, en die heeft gezegd van, ja, verhalen, die zitten eigenlijk in ons. En het is niet zo gek als je dat bedenkt, want dat verklaart ook waarom we bijvoorbeeld bepaalde films heel interessant vinden, zoals Harry Potter of zo. Carl Jung die heeft onder andere heeft hij de archetypen beschreven. En de twee bekendste archetypen, dat zijn de held. Dus de persoon die uit de chaos orde schept. Dus Batman bijvoorbeeld is zo'n figuur. En je hebt aan de andere kant de anti-held en die wil chaos veroorzaken. Dat is de Joker. Nou, dat zijn alle twee beelden die meteen in je opschieten. Zeker de Joker van de tweede Batman film. Kijk, The Dark Knight heet die.
Die kent iedereen wel en die wil alleen maar chaos. Hè. Hij steekt ook heeft op een gegeven moment een heleboel geld en dan steekt hij dat in de brand. Dus hij is niet geïnteresseerd in geld, alleen maar in chaos. Nou, en dat is dus de anti-held. En dat is voor verhalen belangrijk. Robert Shiller, die heeft het over hoe verhalen de economie sturen. Dus verhalen zijn belangrijk, ze sturen de economie. En dat wilde ik dus net ook eigenlijk zeggen. Van, ik ben hier niet om te zeggen van als je naar verhalen kijkt, zoals Tesla is een goed verhaal, dan zit je ernaast. Nee, dat is het punt niet. Het is alleen, het is niet genoeg. Maar misschien kijken we nu al te weinig naar verhalen. Dus dat is waar vandaag eigenlijk over gaat. Even kijken, ik probeer verder te klikken. Ja, oké, maar ik begin dus met de ratio's en dan ga ik over naar de verhalen. Dus de koers-winstverhouding, nou, het geeft een idee van de kwaliteit van een aandeel. Net zoals met kleding is het vaak zo dat wat duurdere kleding ook beter is. Maar het kan ook gewoon zijn dat het aandeel te duur is. Dus je moet, dat kan ook met kleding zo zijn. Sommige kleding is te duur in verhouding tot de kwaliteit. Dan kan het dus wel heel duur zijn, maar dan hoeft de kwaliteit dan niet goed te zijn. Dus je moet daardoor beter weten van wat koop ik. En dan ga je kijken naar wat zegt de koers-winstverhouding dan. Het zegt ook niet alles. Ik zal er zo meteen wel meer over vertellen. Je hebt op dit moment een situatie waarin techbedrijven bijvoorbeeld een hele hoge koers-winstverhouding hebben. Maar in deze tijd van lage rente worden toekomstige winsten meer waard. En daardoor zie je dat techbedrijven dus in waardering opblazen. Maar dat is niet zo gek, omdat mensen nu kunnen wachten. Maar ik ga er zo meteen dieper op in. Dat gaan we doen met Tesla. Dat is sowieso het aandeel van het jaar. Heel veel analisten die zeggen, ja, het is super duur. Je moet het niet kopen, want ja, het is gewoon een zeepbel. Maar een heleboel jonge beleggers zeggen, nee, helemaal niet. Ik geloof dat het bedrijf nog veel groter wordt en ik vertrouw Elon Musk en noem maar op. Dus de vraag is het nou duur? Nou, dat gaan we nu bekijken. Nou, als je de verwachte winst voor 2020 bijpakt, dan kom je op $2,21 uit. Als je dat vergelijkt met de huidige koers, we zitten nu zo rond de 430, maar het schommelt de laatste weken natuurlijk. Dan heb je een koers-winstverhouding van 195. Nou, dat is echt super hoog. Een koers-winstverhouding van 195, dat kun je ook zien als je het vergelijkt met andere hooggewaardeerde groeiaandelen. Als je bijvoorbeeld hier kijkt, sorry, ik zit even met mijn scherm. Als je bijvoorbeeld hier kijkt naar Apple. Die heeft een verwachte winst per aandeel in 2020 van $3,23. Sorry. En een koers van 119. En dan kom je aan een koers-winstverhouding van 37. Kijk je naar Amazon. Die heeft een hoge winst per aandeel, $47,37. Maar dat komt omdat ook de koers heel hoog is. Dus de koers is 3.311 ongeveer. Nou, die heeft een koers-winstverhouding, die is wel ook behoorlijk hoog, van 70. Nou, heb ik nog even een wat meer standaard bedrijven bijgepakt. Dat is JP Morgan. En die heeft een verwachte winst van $7,43 per aandeel. Een koers van $103. En dan kom je op een koers-winstverhouding van 14 uit. Dat is wat meer normaal, zou ik zeggen. Dus de vraag is, hoe kan Tesla nou zo duur zijn? Nou, dat is ook het laatste vlogje wat ik laat zien, maar ik laat het dus nog één zien. Dat gaat omdat het hier zo goed bij past. Dus hier komt ie. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Boelberg en Bas. Ik ben Bas van der Hout, econoom en journalist bij de Tijd. En dit is voor mij het beursnieuws van deze week. Tesla is het duurste autobedrijf ter wereld. De elektrische autobouwer Tesla heeft Toyota deze week rechts ingehaald en is nu het duurste autobedrijf ter wereld. Is best opvallend, want Tesla heeft veel minder omzet dan Toyota en ook een veel lagere winst. Toyota die maakte in 2019 nog zo'n $19 miljard winst, terwijl Tesla nog met een verlies zat. Hoe kan het nou dat een bedrijf dat in 2019 nog niet eens winst maakte, nu ineens het duurste autobedrijf ter wereld is? Nou, er zijn meerdere redenen voor, maar ik ga er één geven en dat is de lage rente. Dan zou je zeggen, wat heeft de lage rente nou te maken met Tesla? Nou, als beleggers een aandeel waarderen, dan kijken ze naar de toekomstige winsten die een bedrijf maakt. En als de rentes heel hoog zijn, dan waarderen ze de winsten die heel ver in de toekomst zijn, nu heel laag.
terwijl ze de winst op korte termijn hoog waarderen. Nou, als de rentes heel laag zijn, en nu zijn ze bijna nul, dan kijken beleggers juist heel erg naar de winst op lange termijn. Die waarderen ze dan net zoveel als de winst op korte termijn. En laat het nou precies zijn wat die beleggers in Tesla geloven. Die denken dat, hè, nu, hè, in 2019 hadden ze nog verlies, maar in 2020 denken ze dat ze een beetje winst gaan maken. En daarna stijgen die winsten alleen maar. En die beleggers denken dus van ja, de winsten in de toekomst zijn heel hoog. Dus ja, ik waardeer dat aandeel ook heel hoog. Nou, en dat zie je dus bij een heleboel van die groeiaandelen, waarvan de winsten dus vooral in de toekomst liggen. Die zijn, mede door de lage rente, dus enorm hoog gegaan. En ja, omdat die rente laag, waarschijnlijk laag blijft, kan het nog wel even zo duren. Oké, dat was voor mij het nieuws van deze week. Volgende week ben ik er weer. En vind je dit filmpje leuk? Vergeet dus niet te liken, te delen of laat een reactie achter. En heb je vragen, kan het via social media of via dit e-mailadres. Ik zet heel eventjes iets terug. Oké, zo, want anders... Hey, superleuk dat je weer kijkt naar nieuw... Dus ja, waarom is het zo duur? Nou, dat heeft dus met die lage rente te maken, onder andere. Nou, als we dus eventjes gaan kijken, hè, ik had het net over winsten van de toekomst. Hè, dus onthoud eventjes, we hadden net dus 195 als koers-winstverhouding voor Tesla... nou, als we gaan kijken, was vergeleken met de winst van 2020. Hè? Dus als we gaan kijken naar de verwachte winst van 2021, dan zien we dat die al van $2.10 stijgt naar $3.80. En kijken we naar 2022, dan gaat die zelfs naar $5.23. En dus dit zijn allemaal verwachtingen van analisten. En als je dan gaat kijken naar die koers-winstverhouding met die huidige koers, dan kom je op 113 uit voor 2021 en op 82 voor 2022. Nou, dat is nog steeds hoog natuurlijk. Hè. Amazon, die had bijvoorbeeld ook een hele hoge, 70, en dit is dan 82. Het is nog steeds heel hoog, maar het is al een stuk minder dan die 195 die je net zag. Nou, en als je dat dus gaat combineren met dat idee van ja, de rente is laag, dan begrijp je ook waarom beleggers ja, heel graag in dat aandeel Tesla zitten. Ondanks dat het dus nu een hele hoge koers-winstverhouding heeft. En dat komt omdat ze dus tijd hebben om te wachten. Ze kunnen wachten tot 2022. Waarom? Ja, de rente is laag. Ik kan het niet kwijt op een spaarrekening. Nou, obligaties leveren ook niet heel veel op. Dus ja, ik kan gewoon in Tesla gaan zitten en wachten. Want ik kan toch op andere plekken ook heel weinig verdienen. En dat zou denk ik een hele goede reden zijn. Wat ik dus ook al in de video noemde. Dat die koers behoorlijk is opgeblazen. Maar dat wil niet zeggen dat het aandeel duur is trouwens. Hè? Want het blijft zo dat die koers-winstverhouding dus naarmate de toekomst vordert, rap naar beneden gaat. Nou, wilde ik nog even de koersomzet ook erbij pakken. Dat is 13. Nou, ook dat valt nog wel mee vergeleken met andere techbedrijven zoals Snowworld bijvoorbeeld. Dus ook dat valt nog mee. Goed, dan ga ik door naar de volgende. Nou, hier zie je, hier denk je misschien, wat gaat hier nou weer gebeuren? Want hier staat een van de Egyptische god en een piramide. Die had je net ook al gezien natuurlijk. Maar waarom heb ik dit erbij gezet? Nou kijk, wat is nou de reden dat vooral jonge mensen zo enorm warm lopen voor dat verhaal van Tesla? Want het is echt hyperpopulair. Als je ook kijkt op de handelssite Robinhood, dan kun je ook zien ja, dat aandeel Tesla heel veel verhandeld wordt. Elon Musk is gewoon een household name. Iedereen kent hem. Dus ja, waarom lopen ze daar zo voor warm? Nou, ik denk dat het te maken heeft met iets wat Jung dus beschreef. Kijk, dit wat je links ziet, dat is Horus. En dat is een god. En dat is de zoon van een hogere god natuurlijk. En die er eerst was. En het punt is dat, ik ga niet het hele verhaal in detail uitleggen. Maar er was dus een god die had orde gecreëerd en voor Egypte. En op een gegeven moment, er was orde en er was een structuur. Hè, dus die structuur werkt en hij werkt en hij werkt door de tijd heen. En op een gegeven moment raakt die structuur verouderd. Er komt er zand in de raderen, zoals dat altijd gebeurt. Zo gebeurt het ook met staten of politieke systemen. Hè, waardoor we dus ook graag veel verkiezingen houden, hè, zodat dat iedere keer zichzelf kan vernieuwen. En want oude systemen, die worden op een gegeven moment te oud en dan wordt het een probleem. Nou, wat gebeurde nou met die god? Nou, die zag op een gegeven moment niet meer hoe slecht zijn broer kon zijn. Die heet trouwens Seth, komt van
van Satan, tenminste dat is de voorloper daarvan. Die ziet dus niet de kwaadaardigheid van zijn broer Seth. En die broer Seth die snijdt die god dan in stukken en die verspreidt die over Egypte. En dat zijn dan de provincies van Egypte, zo wordt dat gezien. Maar in ieder geval, die god die krijgt op een gegeven moment een zoon, Horus. Dat is dus de linker god die je hier ziet. En het is een valkgod. En dat is natuurlijk opvallend waarom ze voor dat dier hebben gekozen. En dat heeft ermee te maken dat die god heel scherp kan zien. Dus een valk kan heel goed zien. En die god die kan scherp zien. Het is iemand met een visie. Hè? Het is meer dan zien als in ik zie een beeld, maar ook zien in de toekomst en kunnen voorspellen. En het is een ziener. En dat zie je dus heel veel bij van die heldenverhalen. Dat zijn mensen die goed kijken en die het kwaad ook durven aan te kijken. Dus die jongere god, die Horus, die groeit op. En die begrijpt dat die broer van die oudere god, dat die kwaadaardig is. Dus zijn oom, zullen we zeggen, dat die kwaadaardig is. En die kan dat recht in de ogen kijken. Hij gaat een gevecht met die Seth aan. Met de slechte kant van de samenleving, dus waar de chaos, alles waar het slechte in mensen naar boven komt. En hij gaat een gevecht aan en hij wint uiteindelijk. Het is de nieuwe generatie. En uiteindelijk versmelt hij als het ware met de ideeën van zijn vader en krijg je iets nieuws. Dus het beste van het oude wordt bewaard en het beste van het nieuwe komt erbij. Ja. En dat verhaal, zou ik zeggen, dat zit diep in ons. Dus dat is wat Jung dacht en waar ook wel wat reden voor is om dat te denken dat klopt. En bepaalde verhalen zitten in ons, zeker dat verhaal van die held. En als je dat niet direct gelooft, moet je ook bedenken dat bepaalde dingen zijn gewoon ingebouwd. Bijvoorbeeld angst voor spinnen of slangen. Heel veel mensen denken dat het aangeleerd is. Dat is niet waar. Als je aan baby's spinnen of slangen laat zien, dan worden ze ook angstig. Dan krijg je een angstreflex. En dat laat zien dat bepaalde dingen zitten in ons. Hè? Spinnen en slangen zijn bijvoorbeeld ook gevaarlijk voor apen. Dus het is volkomen logisch dat we daar bang voor zijn. En Jung die zegt dus, ja, mensen herkennen ook die verhalen. Dus in Harry Potter films herkennen ze, dat zijn hele archetypische verhalen. En die vinden mensen leuk. En dus, omdat ze iedere keer dat verhaal willen terugzien. Nou, wat is Tesla nou? Tesla is precies dit verhaal, is precies de held. Tesla en zeker Elon Musk, die worden gezien als de grote held met de scherpe blik, de visie op de toekomst, die de toekomst begrijpen en die ook veranderingen kunnen aanbrengen. Want onze samenleving is aan het verouderen. Er komen allemaal nieuwe dingen op ons af. Bijvoorbeeld AI is een ding. Nou, heel veel jongeren die weten dat Elon Musk, dat weet van interviews bijvoorbeeld, dat hij heel veel weet van AI. En dat hij ook al een heel vroeg stadium heeft gewaarschuwd. Hij heeft ook tegen politici en zo gezegd van let daarop. Je moet hier iets op verzinnen, want dat blijft zich ontwikkelen, die artificiële intelligentie. En voor je het weet, kan het een nachtmerriescenario worden. Hij zegt ook van, het kan ofwel heel goed gaan of heel slecht. Maar dat hangt eraf hoe we ermee omgaan. En mensen weten dat hij echt heel slim is en dat hij echt goed weet hoe de toekomst eruit gaat zien. En daarom, dat verhaal van die held gaat aan bij mensen. En het gaat niet aan bij een paar mensen, maar gewoon dat stroomt de hele wereld over. En vooral de jongere generatie is er vatbaar voor, omdat die aan die nieuwe kant willen staan. Die zien die verandering het beste. En die zien gewoon dat de samenleving aan het verouderen is. Nou, Tesla ging de strijd aan met de diesel- en benzineauto's en dwong daarmee verandering af. Dus de Europese autobouwers die bijna onverslaanbaar leken, nou, die weet Tesla behoorlijk in een hemdje te zetten. En dus nu zitten we in de situatie dat veel jongeren nu denken van ja, en veel jonge beleggers die denken ja, Tesla die gaat ofwel die hele markt overnemen van elektrische auto's, ofwel gaan ze een belangrijk deel beslaan, omdat ze hebben een voorsprong. Het kan echt zijn dat die dromen werkelijkheid worden en dat ze dus een heel groot deel van die automarkt gaan beslaan. En dan is die waardering dus niet onterecht. Daarbij is het zo, hè. Er zitten meer dingen aan het aandeel Tesla. Hè? Want bijvoorbeeld Elon Musk die heeft gezegd bij de Battery Day. Dat is een jaarlijks evenement over dus accu's. De accu is een heel belangrijk onderdeel in een elektrische auto trouwens. Bij de Battery Day heeft Elon Musk dus gezegd van nou, ik verwacht dat de kosten per kilowattuur, hè, dus voor zo'n accu, dat die tegen 2023 gehalveerd zijn. Dat is gigantisch, een halvering. En dat is zeker voor zo'n duur onderdeel. En hij zegt dus van, nou, tegen die tijd, 2023, kan ik een auto op de markt brengen
voor $25.000. Nou, dan wordt het wel heel goedkoop, hè? Want als je dan ook nog bedenkt dat je daar nog enorm brandstofvoordeel bij hebt, dan is dat helemaal niet meer zo duur. Ja, en dan is dus die waardering ook, dan wordt die steeds terechter. Daarnaast is het zo, ik heb dat hier rechtsboven zie je dat, is het zo dat Tesla ook in zonnepanelen zit. Dat is misschien nu nog niet een enorm ding, maar kijk, als ze het voor elkaar krijgen om, want dat is het punt met Tesla, ze doen er alles aan om die kosten omlaag te krijgen. Het zit vol met slimme ingenieurs, die proberen alles goedkoper te krijgen. Als zij het voor elkaar krijgen om die accu's veel goedkoper te krijgen, als ze het voor elkaar krijgen om die zonnepanelen en groene energie heel goedkoop te krijgen, ja, dan wordt het misschien wel de leider in een energietransitie. Want we weten ook dat we allemaal naar groene energie willen. Nou, en dit zou een bedrijf kunnen zijn dat dat kan leiden. En dan wordt het misschien wel een heel groot energiebedrijf. En dan is misschien die waardering helemaal niet meer zo hoog. Want Tesla is een techbedrijf. En dat is wel belangrijk om te weten. Het is een techbedrijf en ze maken auto's. Ze kunnen dus nog meer. Wat ook zo is, en dat is ook echt iets interessants. Tesla weet echt te leveren. Dus het is niet alleen maar een verhaal. Ze kunnen ook echt leveren. Ze maken winst. Ik zei het net in de video, in 2019 was het nog niet zo. Ze gaan nu in 2020 richting een winst. En het interessante is, het is helemaal niet duidelijk of Europese automakers, zoals Volkswagen, of die eigenlijk überhaupt winst maken op die elektrische auto's. Want het zou ook kunnen dat ze nu heel veel investeren om Tesla bij te benen, maar dat ze nog helemaal niet op het punt zijn dat ze er ook echt winst mee kunnen maken. Tesla kan dat al wel. Dus dat is een behoorlijke prestatie. Dus ik denk dat Tesla, dat een verhaal zal zijn dat nog heel lang kan blijven. En daarom ben ik als, ik denk een van, we konden niemand vinden die een heel erg Tesla-stier was. Dus daarom heb ik het gedaan bij Finance Avenue. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar dat was afgelopen weekend. Het was Finance Avenue, een beleggingsevenement van de tijd. En toen had ik de rol als Tesla-stier op me genomen, omdat we gewoon, wist er geen analist die dat deed. Dus vandaar. Dus ik denk dat het nog wel eens mee kan vallen met Tesla. Oké, ik neem even een slokje drinken. Want Tesla is niet het enige aandeel wat we gaan behandelen natuurlijk. We gaan het ook hebben over Kinepolis. Ik moet er echt even iets bij zeggen, want ik had deze sheets dus gemaakt voordat het vaccin van Pfizer bekend werd. Dus dat bekend werd dat het zo performant was. Hier staat vooral in beschreven dat Kinepolis heel hard is afgestraft. Maar op zich maakt het niet uit. Want we zien nu gewoon een kentering van het verhaal. En ik ga het zo meteen ook hebben over dat ik al verwachtte van dat er ooit, dat er uiteindelijk een vaccin komt. En dat er dan een kentering van het verhaal plaatsvindt. Nou, het is allemaal ineens heel erg versneld. Ik ga het laten zien. Dus bedenk eventjes dat ik heb dit gemaakt voordat Kinepolis flink was gestegen door het vaccin van Pfizer. En natuurlijk ook weer gisteren door de bekendmaking van Moderna, dat die ook een performant vaccin heeft. Dus Kinepolis, keihard afgestraft door beleggers. Nou, waarom is niet zo moeilijk te begrijpen? De coronacrisis was er ineens en zorgde ervoor dat de boer in lockdown moest. Kinepolis moest bioscopen sluiten, omdat ze werden gezien als een mogelijke, het is een verzamelplek van mensen. En dus kan het zijn dat daar besmettingen plaatsvinden. Dus ze moesten sluiten. Dus de eerste lockdown hakte er hard in. Je krijgt geen inkomsten meer, terwijl je vaste inkomsten blijven doorlopen. Toen ging de lockdown voorbij. Dus de eerste lockdown was klaar. De bioscopen mochten weer open. Maar toen kwam er toch een matig herstel van het bioscooppubliek. Dat was een beetje een tegenvaller. Mensen waren waarschijnlijk bang om naar de bioscoop te gaan. Maar ook was er het probleem dat steeds meer filmmakers hun films hebben uitgesteld. Hè. Je had bijvoorbeeld Mulan van Disney. Die kwam niet meer naar de bioscoop toe. Die komt zelfs helemaal niet meer. Dus die hebben ze alleen op het streamingplatform Disney Plus uitgebracht. En er waren nog meer films die werden uitgesteld. Ja, dan gaan mensen ook minder naar de bioscoop, omdat het gewoon minder te zien is. En begin oktober werd ook James Bond, No Time to Die, uitgesteld. Kreeg het aandeel een klap. Logisch, want dat is een publiekstrekker natuurlijk, James Bond. Toen eind oktober kreeg je ook nog het popcornverbod. Dus notabene in België mochten ze geen popcorn meer verkopen. En dat is een serieus probleem, want Kinepolis, de grootste winst per klant, die wordt behaald in België. En dus Belgen vinden het
blijkbaar heel fijn om, ja, gewoon als ze naar de film gaan, ook popcorn te kopen, drinken te kopen. Dus daar verdienen ze heel goed aan. En dat viel weg. Nou, en toen tot overmaat van ramp. Ik ben er nog voor een vlog geweest trouwens, voor Kinepolis. En nou, dat was net voordat het dus helemaal dichtging. En toen was de sfeer echt al niet heel fijn. Maar daarna gingen dus ook nog eens alle bioscopen dicht. Dus nou, hop, nu zit Kinepolis dus weer met dichte bioscopen. Dus het is gewoon echt een verschrikkelijk iets waardoor het is getroffen. En ja, ze kunnen er ook helemaal niks aan doen. Het is heel triest. Maar oké. Nu is de vraag voor ons, is Kinepolis nou goedkoop? Dat wil je weten. Nou, dus, ik wil toch ook even zeggen, die grafiek die je hier ziet, die is dus niet meer actueel. Nu is Kinepolis al een heel stuk meer opgetrokken, maar nog steeds wel duidelijk onder zijn niveau van voor de crisis. Hoor. Dus er valt nog steeds, er is nog een boel in te halen. Maar als we dus gaan kijken, is Kinepolis nou goedkoop of niet? Nou, dan kijken we de winst per aandeel van 2020. Ja, dat is een verlies, dus je kunt daar geen ratio op loslaten. Maar dan kijken we dus naar 2021. En dan zie je dat ze 34 eurocent, en dat is nu de verwachting van analisten, winst maken. Dus dat verwachten ze nu. Nou, dan heb je een koers-winstverhouding van 74. En dat is heel hoog. En we zagen net eventjes, JP Morgan had 15 ongeveer. Dus 74 is echt heel hoog. Maar we weten ook, ja, dat analisten dat verwachten, omdat ze ja, nog een boel gedoe verwachten van het COVID en noem maar op. En dat ze daarvoor moeten herstellen. En in 2022, dan voorspellen ze ineens een winst van 2,09 euro. En dan gaat ineens de koerswinstverhouding naar 12. En dan wordt het ineens toch een stuk aantrekkelijker, dat aandeel. Zeker omdat het toch wel als kwaliteitsaandeel wordt gezien. Als we Kinepolis gaan vergelijken met de grootste bioscoopketen ter wereld, AMC, dan zie je dat Kinepolis er nog helemaal niet zo slecht voor staat. Kinepolis heeft overigens wel redelijk wat schulden ook, maar ik ga het er zo meteen over hebben. Maar als je kijkt naar de netto winst per aandeel van AMC, nou, tot en met 2022 is die nog behoorlijk negatief. Dus we hebben ook geen koers-winstverhouding daarvoor. Want die is gewoon niet te maken. En dat laat zien hoe slecht het gaat in die bioscoopwereld. En dat Kinepolis het eigenlijk nog redelijk uithoudt. Ook als je kijkt naar de schuldpositie, dan is Kinepolis veel beter dan AMC. Overigens ook beter dan Cineworld. Dat is de tweede grootste bioscoopketen ter wereld. Maar vergeleken met AMC, Kinepolis heeft dus een netto schuld in 2020. Netto schuld over EBITDA. Ja, dus dat laat zien hoeveel keer moet ik de bedrijfswinst halen voordat ik mijn schuld heb terugbetaald. Nou, dan zie je hier dat de netto schuld over EBITDA, die is 33,4. En dat is kost 33 bedrijfswinsten om de schuld terug te betalen. De bedrijfswinst van 2020. Die netto schuld in 2021 die komt neer op 5,1. Dat is eigenlijk de netto schuld die verwacht wordt voor 2022, maar met de koers. Met de EBITDA van 2021. Dus die komt uit op 5,1. En in 2022 kom ik uit op 3,9. 3,9 is niet laag, maar het is veel beter te accepteren dan die 33,4. Kijk je naar AMC, nou, dan heeft hij in 2021 69. Dus dat is echt heel hoog. En in 2022 is het nog steeds 10,1. Dus die heeft echt een behoorlijk schuldenprobleem. En ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen eigenlijk. Maar het is maar om te laten zien dat Kinepolis, het kan veel erger. Dan het verhaal. We hebben de ratio's gehad. Dus de ratio's. Nou, 2022 was het een koerswinst van 12. Dus als je kunt wachten is dat best oké. Zeker voor een kwaliteitsaandeel waar zoals toch wordt gezien. Maar het verhaal is heel slecht. En nu is het verhaal slecht. Begint te beteren. Dus dat is belangrijk nu. Hè? Nu we weten dat er een vaccin in zicht is. Want eerst was het de hele tijd van, we zijn bezig met een vaccin. Ja, we zijn er nog steeds mee bezig. Ja, nog steeds. En nu weten we echt van, oké, er is een performant vaccin. Wat 90% van de mensen die gevaccineerd worden waarschijnlijk zal beschermen tegen corona. Nou, dat is beter dan verwacht gewoon. Dus er is zicht op een goed vaccin. Dus het verhaal begint te kantelen. Maar het verhaal is nu nog, hè,
tot voor kort was het echt wel slecht. Bioscopen worden gezien als de grote slachtoffers van corona. Nou, dat zijn het ook, want ze moeten dicht bij iedere lockdown. En als er dan versoepelingen komen, als we weer wat meer de economie kunnen openen, ja, dan is er nog steeds die angst om besmet te raken van bezoekers. Dan is het nog steeds dat filmproducenten films uitstellen. En dat, ik heb hier doomloop neergezet, omdat dit is iets wat zichzelf versterkt. Hè? Dus er komen minder bezoekers omdat ze bang zijn om besmet te worden. Nou, vervolgens stellen meer filmmakers hun films uit. En dan komen er weer ook nog eens minder bezoekers omdat de films niet leuk genoeg zijn, omdat die dus zijn uitgesteld. En ja, dan zijn er weer minder bezoekers en er gaan nog meer filmmakers hun films uitstellen. Nou, en dat noem je dus een doomloop. Dat is een negatieve spiraal naar beneden. En de vraag is ook in de markt, en ik vermoed dat dat toch ook een beetje met angst te maken heeft, dus gewoon met het sentiment te maken heeft. Er wordt ook de vraag gesteld van, gaan mensen na het vaccin nog wel naar de bioscoop? En die angst is ontstaan door Disney. Ik zei net al, hè, Disney Plus die heeft de film Mulan, die brengt ze niet meer in de bioscoop uit, maar die heeft het op zijn streamingkanaal gezet, Disney Plus. En de angst is nu van, ja, wat nou als dit nog veel meer gaat gebeuren? Dat gewoon de bioscopen gebypast worden en dat we gewoon meteen de film maar uitbrengen op een streamingkanaal. Hè? Waarvoor dienen die bioscopen dan nog? Dus dat is een angst die ook leeft in de markt. Maar ik heb toch het idee dat, ik hoor wel signalen van dat die bioscopen zijn echt belangrijke inkomsten voor filmmakers. En de verwachting is niet dat dat zo snel weg zal gaan. Dus ik denk dat nu er een zicht is op een vaccin, en nu je ook weer ziet dat het aandeel begint te stijgen, dat ook die verhalen die zijn ontstaan van gaan mensen dan wel naar de bioscoop, dat die ook langzaamaan weer beter zullen worden. En dus ik had hier ook al gezegd, het verhaal kan zomaar omslaan bij een vaccin of vlakbij vaccin. Nou, nu hebben we dus het zicht op een vaccin. Ja, en dan verwacht ik dat de gesprekken wat anders zullen gaan verlopen naarmate er meer duidelijk wordt over dat vaccin en naarmate er mogelijk meer vaccins binnenkomen die goed scoren. En dan gaan mensen het hebben over, ja, zijn er misschien overnamekansen voor Kinepolis? Want ja, het is natuurlijk wel zo dat die slachting, die vindt in de hele bioscoopbranche plaats. Je hebt net AMC gezien. Dus zijn er overnamekansen? Zijn er spelers die Kinepolis goedkoop kan overnemen? Nou, Kinepolis heeft geen lage schuld, dat zei ik net ook al. Maar ze hebben wel een betere schuldpositie dan veel andere bioscoopketens. Dus misschien kunnen ze anderen gaan overnemen. Daarbij is het zo dat er misschien meer bezoekers komen, dat mensen daarover gaan hebben van misschien komen er wel meer bezoekers. Nu filmproducenten hun films weer terug, weer door laten gaan. En het zou goed kunnen dat als er dat vaccin is, dat ze weer denken, oké, we gaan films op de markt brengen en dan komen er weer meer bezoekers. Dat zorgt ervoor dat meer filmmakers hun films weer in gaan zetten in de bioscopen. En dat zorgt weer voor meer bezoekers. Hè? Dus dan kun je die spiraal die je nu naar beneden ziet, kun je weer omhoog krijgen. En dat verhaal start vaak al vroeger dan dat het gebeurt. En wordt Kinepolis weer als kwaliteit gezien? Want ze hebben wel een hele hoge winst per klant die ze maken. Ze krijgen het voor elkaar, niet alleen in België, ook in andere landen, om veel extra te verkopen aan hun klanten. Dus niet alleen bioscooptickets, die ik al niet heel goedkoop vind. Maar ook dus popcorn en dat soort zaken die ze voor redelijk wat geld verkopen. Dat weet je zelf als je een keer geweest bent. Maar ik kom er ook graag trouwens hier in Antwerpen. Dus mensen zijn bereid ervoor te betalen. En ik verwacht dat beleggers het toch weer meer gaan hebben over, ja, als je iets moet, hè, als je een bioscoop aan moet hebben, dan kan het Kinepolis wel zijn. Dus verhalen kunnen kantelen, zie je maar. Barco wil ik er dan ook nog eventjes bij pakken, want ook die heeft last van die crisis in bioscoopland. Ook voor Barco geldt, als je nu gaat googlen op Barco stock, dan zie je dat het aandeel al behoorlijk is gestegen weer vanaf die hele diepe crisis. Ik had het hier ook bijgezet, bij een vaccin kan ook dit verhaal weer omkeren. Want Barco die levert, ik weet niet of jullie dat wisten, maar Barco levert de projectoren aan bioscopen. Dus die heeft last van die bioscoop. Crisis, omdat bioscopen gaan nu niet investeren in hele mooie nieuwe projectoren die nog beter films kunnen en nog beter beeld geven. En wat hebben ze gewoon geen geld voor. Dus men verwacht als de boel weer op gang komt, dat ook die markt voor projectoren weer zal verbeteren. En het fijne aan Barco is,
Barco ging echt stevig de crisis in. Dus ik had het er net over, Kinepolis had al redelijk wat schulden toen ze de crisis inging. Maar Barco ging heel goed de crisis in. De totale schulden eind 2019 bedroegen 59 miljoen. En terwijl de cashberg die ze hebben, dus de hoeveelheid cash op de rekening, is 428,7 miljoen. Dus dat is veel meer dan die schulden. Dus de verwachte netto cash voor 2020, die is ook redelijk goed. Hè? Want het gaat natuurlijk wel wat af, omdat ze moeten nu geld opmaken. Want ja, je hebt te maken met die cashflows die wegvallen. Maar nog steeds, verwachte netto cash voor 2020 is 318 miljoen. En ja, deze mensen zitten behoorlijk veilig. Hè? Die kunnen die crisis wel doorwinteren, denk ik. Als je kijkt naar de verwachte winst per aandeel, in 2020 is dat 33 eurocent. 2021 verdubbelt dat naar 68 eurocent. En in 2022 schatten de analisten het op 94 eurocent. Nou, dan zie je die koers-winstverhouding, die is nu heel hoog, 42. In 2021 staat die al op 20,7, dus dat is al acceptabel. Hè? Je krijgt een bedrijf met veel cash, dat moet je ook niet vergeten. En voor 2022 zakt die koerswinst naar 15. Dus ook niet onaardig. Hè? Dus dat is een aandeel om in de gaten te houden. En het is dus door die flinke cashvoorraad en die goede schuldpositie, zijn ze ook goed gepositioneerd om corona te overleven. Gaan we even, er is mij gevraagd om ook iets over bedrijfsobligaties te vertellen. En dat ga ik nu doen. Ik heb ook een voorbeeld zometeen. Maar eerst eventjes, waarom is zo'n bedrijfsobligatie, ik schenk heel veel drie keer voor mezelf hoor. Waarom is zo'n bedrijfsobligatie nou interessant om te hebben in je portefeuille? Je hebt met obligaties heb je minder volatiliteit. Hè? Dus aandelen die kunnen enorm schommelen in waarde. Terwijl met obligaties weet je in ieder geval dat je op het eind van de rit gewoon je geld, hè, als alles goed gaat, dan ga je vanuit, je geld terugkrijgt. Plus wat rente. Die rente is ook van tevoren bepaald. En het is dus minder volatiel een obligatie dan een aandeel. Dus dat is fijn. Hè? Zeker als je kijkt naar, hè, als je wil sparen voor je pensioen of zo. Naarmate je dichter bij je pensioenleeftijd komt, ik weet dat je daar nu misschien niet over nadenkt, maar naarmate je dichter bij je pensioenleeftijd komt, ga je meer in obligaties zitten, want je wil natuurlijk niet dat je, als je op je pensioenleeftijd komt, dat net de beurs tegen zit, want dan moet je verkopen omdat je geld nodig hebt. Dus het is goed om te diversificeren. Zo. Even een slokje drinken. Dus het is goed om te spreiden en over verschillende assetcategorieën. Je hebt ook minder kans op verlies. Bij aandelen kun je natuurlijk je geld helemaal kwijtraken. Bij obligaties is dat iets kleiner, die kans. Kan natuurlijk altijd nog steeds gebeuren. Maar daarvoor kijk je, hè, als bedrijven een kredietrating hebben, dan kun je naar de kredietrating kijken. En dan wil je wat meer kijken richting investment grade. Als je van veiligheid houdt. En dan zie je dus dat je deze, die van Standard & Poor's en van Moody's, moet je deze, dit is zeg maar zeggen de laagste rating die je kunt hebben. En dan ben je nog steeds investment grade. Dus alles daarboven is ook goed. Je kunt die lijstjes op internet vinden. Maar daar kun je dus zien van hoe goed het bedrijf in staat om die schulden terug te betalen. Daar doen deze ratingbureaus onderzoek naar. Kijk naar de schuldgraad. Ik liet net al even zien bij Kinepolis. Netto schuld over EBITDA is een goede meting. Even kijken. Is het conjunctuurgevoelig? Dat is ook een belangrijke vraag. Want als je voor de veiligheid in bedrijfsobligaties zit, dan wil je misschien niet zitten in bedrijven die heel heftig reageren op de economie. Want als die dan slecht draait, en zeker als ze veel schulden hebben, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het slecht afloopt met zo'n bedrijf. En dat wil je niet. Om een voorbeeld te noemen, ik zeg niet dat er iets mis is met die bedrijven, hè, maar ArcelorMittal heeft bijvoorbeeld veel schulden en is heel conjunctuurgevoelig. En dus dat geeft een minder veilig gevoel dan Microsoft, die geen netto schuld heeft en die ook veel minder gevoelig is aan de conjunctuur. AB InBev, die is normaal ook niet conjunctuurgevoelig, want het koopt bier en normaal gesproken is dat wat meer een basisgoed. En geen luxe goed. Dus als de economie slecht draait, blijven mensen meestal meer bier drinken. Of meer bier drinken om het ongeluk weg te drinken. Nee, maar normaal gesproken gaan mensen evenveel bier drinken als voordat er een economische crisis is. Of gewoon een recessie.
Maar nu, in de coronacrisis, hebben ze natuurlijk wel een probleem. Omdat, doordat bars en restaurants gesloten zijn, zie je dat de bierconsumptie een knauw krijgt. Dus daar wil je naar kijken. Zijn ze conjunctuurgevoelig en hebben ze een hoge schuld? Dan kijken we nog even naar bedrijfsobligaties versus staatsobligaties. Nou, staatsobligaties is bijvoorbeeld een lening die je geeft aan Duitsland. Dat is een obligatie van de Duitse overheid, bijvoorbeeld. De kans dat een overheid failliet gaat is bijzonder klein. Dat is veel kleiner dan bij een bedrijf. Dus dat wordt gezien als risicovrije rente. Dus de rente op bedrijfsobligaties kun je eigenlijk in twee delen opdelen. Namelijk een risicovrije rente plus een risicoopslag. Dus die risicovrije rente is de rente die je bijvoorbeeld kunt krijgen dus op die Duitse staatsobligatie. Maar je wilt ook wat extra, want je loopt meer risico met een bedrijfsobligatie, omdat het bedrijf failliet kan gaan. De risicovrije rente, de rente op staatsobligaties is nu negatief. En daar wilde ik toch even iets over zeggen, want ik weet dat daar vaak over wordt gezegd dat de grote schuld is van de centrale banken. En dat die daarvan schuldiger zijn en dat die onze... De noestige spaarders het geld uit de zakken rooft. Dat verhaal is echt te ongenuanceerd. Het komt deels door centrale banken, dat die de obligaties opkopen. Maar het komt ook gewoon door een overvloed aan spaargeld. Daarom blijft de rente ook waarschijnlijk nog lang laag. Er is een enorme vergrijzing aan de gang. Dus we hebben last van dat er steeds groter deel van de bevolking die gaat met pensioen. Dat wordt ook nog groter in de komende jaren. En die mensen die gaan allemaal sparen voor hun pensioen. Nou, kijk maar hoe dat in België gebeurt. Heel veel mensen hebben een groepsverzekering die veel belegt in obligaties. Hebben een spaarrekening waar ze voor hun pensioen op sparen. En dat is ook allemaal spaargeld. En al dat spaargeld, dat komt in de wereld en dat vindt geen weg. En daardoor zakt die rente enorm. En centrale banken volgen vooral met hun rente de rente op staatsobligaties. Dus het zijn vooral volgers. En door de lage inflatie moeten ze die rente dus wel naar beneden drukken. Want anders krijg je gewoon een hele slechte economie. Slechter dan de situatie nu is. En ja, dat gaat niet. Dus zij zijn meer volgers dan dat ze echt zetters zijn van de rente. Een ander probleem is, dus aan de andere kant, aan de investeringskant, heb je het probleem dat er steeds meer technologiebedrijven komen. En die hebben relatief weinig kapitaal nodig om op te starten. Hè. Dus ze hebben geen hele grote gebouwen nodig, geen hele dure machines. Dus ze werken met software en daar heb je gewoon niet enorme kapitaalinvesteringen voor nodig. Dus het geld kan ook niet goed ergens terechtkomen. En dus zorgt het voor een daling van de rente. Daarnaast hebben we last van toenemende ongelijkheid in de wereld. Er gaat iets af, ik weet niet wat er aan de hand is, maar... We hebben last van toenemende ongelijkheid in de wereld. En dat zorgt ervoor dat er een heleboel geld bij bepaalde personen en bedrijven ligt. En bij anderen niet. En daardoor krijg je veel spaargeld, een groot aanbod van spaargeld. En er is al veel aanbod van spaargeld. Dus ook dat heeft een drukkend effect op de rente. Nou, daarnaast, ik had het net over die techbedrijven. Die techbedrijven die hebben dus initieel weinig kapitaal nodig. Maar als ze dan groot worden, zoals Google, Amazon, Facebook, Apple, dat soort bedrijven, als ze groot worden, dan hebben ze nog steeds niet heel veel kapitaal nodig. Dus die krijgen enorme cashpools. Kijk maar eens op de balans van Apple bijvoorbeeld, een enorme berg met cash. Nou, en mensen denken daar misschien niet over na, maar die cash die staat ergens. En die gaat in geldmarktfondsen. En waar beleggen die vaak in? Nou, staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Want... Ze willen dat die cash dat die niet te veel in waarde schommelt en dat ze dat snel kunnen vrijmaken. En dus die grote cashpools die zoeken naar een veilige opslag. Nou, en dan kom je toch weer bij die obligaties terecht. Dus het is een enorme hoeveelheid geld. En er wordt altijd gezegd, het zijn de centrale banken die dat hebben gedaan. Maar dat klopt echt niet. En geloof me, ik heb hier redelijk wat over uitgezocht. Ik heb ook een aantal voor wetenschappelijke websites dingen geschreven die... ook gewoon door professoren ook serieus werden genomen. Dus ik zeg hier echt niet zomaar iets. En het zijn echt hele grote cashpools en veel aanbod van geld die de rente naar beneden drukken. Dus het is echt niet alleen een centrale bank verhaal. Dus dat wilde ik alleen maar even zeggen. En dat laat ook zien van...
dit gaat ook niet snel veranderen, denk ik. Ik denk niet dat het heel snel gaat veranderen. Dus dit is iets om rekening mee te houden. Dus ja, je gaat weinig rendement maken met bedrijfsobligaties. Dat is gewoon, dat is een punt. Goed, dan gaan we nu een voorbeeld pakken van een bedrijfsobligatie. Ik heb VGP. Ik heb hier rechtsbovenin zie je wat ik uit de Giro heb gepakt. Dat is VGP, die heeft nu deze obligatie heeft een rente van 3,5%. Die staat vast. En de obligatie wordt terugbetaald op 19 maart 2026. En die kost nu €103,70. We krijgen dus daar 3,5% rente op. Hij loopt dus af in 2026. Dus wat is nou het werkelijke rendement? Want ik krijg niet die €103,70 terug op het einde, maar ik krijg maar 100 terug op het einde. Want de nominale waarde van obligaties is vaak 100 of 1000. Dus in dit geval zal het 100 zijn. Ik betaal dus meer dan dat ik op het einde van de rit terugkrijg. Dus hoeveel rendement maak ik dan per jaar op die obligatie? Dan gaan we even kijken. Stel dat je deze obligatie koopt in maart 2021. Voor die prijs, waarbij je dus €3,70 te veel betaalt. Dan ga je kijken, wat krijg ik nou per jaar binnen? Per jaar krijg ik een coupon van 3,5%. Dat is €3,5 per jaar. En dan ga je kijken, wat krijg ik nou na 5 jaar als die obligatie weer terug wordt uitgekeerd? Wat heb ik aan het eind van de rit? In jaar 1 krijg je €3,50. Jaar 2 is dat €7. Dat loopt op tot 14 en uiteindelijk €17,50. Maar je krijgt ook nog die 100 terug in jaar 5. Dus naast die €17,50 krijg je ook nog die 100. Dus je hebt €117,50 die je uiteindelijk hebt ontvangen aan rentes en terugbetaling van de obligatie. Maar dan moet je nog wel die €3,70 die je te veel hebt betaald van aftrekken. En dan kom je op €113,80. Dus dat is wat je uiteindelijk krijgt als je die obligatie hebt gekocht. Dus het rendement na 5 jaar is dus 113,8 min 100 gedeeld door. Dus dan heb je het rendement over de hele periode gedeeld door 5 jaar. En dan kom je aan een rendement van 2,7%. Ik snap dat dit misschien wat snel gaat, maar op buiten mag de presentatie gewoon aan jullie gegeven worden. Dus dan kun je het nog eens nakijken. Maar dit is een redelijk goede benadering voor wat dan het rendement is na wat nu het jaarlijkse rendement is, zou ik zeggen. Dus er zitten wel wat haken en ogen aan, want je hebt normaal een rente-op-rente effect. Maar ik ga daar nu even niet op in. Maar dit is een redelijke proxy voor wat het is. Dus je ziet die 2,7%. Dat is wat je nu krijgt, wat nu je jaarlijkse rendement is. Dat is dus minder dan die 3,5%. En dat zit verwerkt in de prijs, in die €103,70. Dus dat is het voorbeeld van VGP. Wil ik nog even zeggen, wat doet VGP nou? VGP is een ontwikkelaar van logistiek vastgoed. Dus als je nu kopen steeds meer mensen online. Als je online koopt, die goederen die worden ergens opgeslagen. Dat gebeurt in hele grote warehouses. En VGP die ontwikkelt dus dergelijke warehouses. Dus dat is wat zij doet. Dat loopt nu goed natuurlijk door de coronacrisis. Als je kijkt naar de verwachte netto schuld voor 2020, dan komen we op €624 miljoen uit. De verwachte EBITDA is €324 miljoen. En dan kom je op een netto schuld over EBITDA van 1,9. En dat is op het oog is dat best gezond. Dat is redelijk gezond voor een bedrijf. Het verhaal is ook goed rond het bedrijf, want er is een forse toename van e-commerce door de coronapandemie. Nu ook weer, je kunt. Ik moest ook hier een cam hebben. Die moest ik aankopen. Ik kon alleen maar via internet. Normaal ga ik gewoon naar, weet ik wel, de Mediamarkt of zo. En nu kon dat niet. Dus ik moest het via internet aankopen. Dat stuurt natuurlijk de vraag naar die warehouses. Dus er moeten er meer gebouwd worden. De verwachting is ook dat ook na corona die e-commerce trend zich zal voortzetten. Want men verwacht dat. Dit is een gedragsverandering. Gedragsveranderingen duren volgens mij, als ik het juist heb, in de psychologie wordt volgens mij gezegd dat na 3 maanden, als je 3 maanden iets doet, dan blijft het echt zitten.
Dit verhaal is al zo lang bezig. Natuurlijk zijn we niet de hele tijd in lockdown geweest. Maar dit is al zo lang bezig dat mensen meer online kopen. Ook uit angst om besmet te worden. Ik denk ook dat die e-commerce trend zich zal voortzetten. Dat. Daarnaast hebben ze een samenwerking met Allianz. Zodat de gebouwen snel verkocht kunnen worden. Dus ze kunnen heel snel ontwikkelen en vervolgens weer verkopen. En dan kunnen ze het geld weer gebruiken om nieuwe gebouwen te ontwikkelen. Oké, dan wilde ik nog zeggen, kijk uit met ratio's. Want je hebt bijvoorbeeld koersboekwaarde. Dat is ook een bekende manier om te meten of een aandeel duur is of niet. Maar je moet daar een beetje mee uitkijken. ING heeft bijvoorbeeld een koersboekwaarde van, even spieken, 0,49. En Alphabet heeft een koersboekwaarde van 5,68. En dan kun je zeggen, nou, Alphabet is dus blijkbaar veel te duur en ING is veel te goedkoop. Maar het punt is dat banken altijd een lage boekwaarde hebben. En daarbij techbedrijven hebben heel vaak een hele hoge koersboekwaarde. Met ING bedoelde ik dat hij een lagere koersboekwaarde heeft, moet ik even goed zeggen. En techbedrijven hebben vaak een hele lage boekwaarde, omdat ze geen fabrieken en gebouwen nodig hadden. Ik had het net daar ook over, hè, van ze hebben minder kapitaalinvesteringen nodig, want ze hebben geen machines, heel veel machines en gebouwen nodig. Nou, daardoor is het dus ook zo dat de noemer, die wordt kleiner, hè, en dan wordt dus de boekwaarde wordt kleiner dan vergeleken met andere sectoren. En dan, ja, dan krijg je dat die ratio opgeblazen wordt. Dus je kunt dat niet zomaar, zeggen van oké, dan is Alphabet veel te duur. Dus kijk daarmee uit en dan gebruik je gezond verstand, zou ik zeggen. Dan wilde ik nog iets zeggen over trackers. Want als student begrijp ik dat je niet het geld hebt om een hele gediversifieerde portefeuille te hebben. Toch is het wel belangrijk om dat te hebben. Want als je in 5 bedrijven gaat beleggen en 1 gaat te failliet, dan heb je meteen een heel groot probleem. Niet aan te raden dus. Je kunt dus beter een tracker kopen. Hè? Want nogmaals, als je dat zelf allemaal moet gaan kopen en je wil een hele gediversifieerde portefeuille, ja, dan ben je heel veel geld kwijt, heel veel transactiekosten, dus dat gaat sowieso niet werken. Maar je kunt wel een tracker kopen en dan ben je meteen gespreid. Nou, ik heb hier dus de S&P 500 tracker. Als je trouwens kijkt, ik zal even met mijn muis naartoe gaan. Hier is de ISIN code. Dus als je die zelf wil opzoeken, dan kun je dat hier bekijken. Als je het intikt bij je broker, dan vind je als het goed is meteen deze tracker. Dus de ISIN code. En dit is dus een S&P 500 tracker. En die volgt dus de S&P 500. En als je dus dat koopt, heb je onmiddellijk de 500 grootste bedrijven in Amerika op de beurs. Dus je zit meteen in 500 verschillende bedrijven, goed gespreid. Dus je bent meteen gespreid. Nou, het voordeel is, je hebt ook nog eens hele lage kosten. Dat kun je hier zien. De lopende kostenfactor staat hier 0,07%. Ik heb wel eens gekeken voor pensioensparen om in een bepaald beleggingsfonds te gaan zitten of zo, omdat je dan een fiscaal voordeel hebt. En dan zag ik dat ze 1,5% aan kosten aanrekenen. Dus vergelijk dat met die 0,07%, dat is echt helemaal niks. Ja, dus dat is heel weinig. Dus lage kosten heb je als voordeel bij de tracker. En je kunt dus inderdaad zo'n tracker als de S&P 500 kopen, zoals deze. En wat hieraan interessant is, en hier is, ik weet niet of het er altijd bij staat, maar hier staat ACC, Accumulate. En wat dit ding doet, is wel interessant. Je krijgt die dividenden niet uitgekeerd op je rekening, maar die dividenden worden automatisch herbelegd. Ik krijg hier ineens een berichtje binnen. Die dividenden worden automatisch herbelegd. En dat is dus handig, want dan krijg je, waar Gert Bakelands al over had, dat rente-op-rente effect. En dan hoef je dus niet zelf die dividenden opnieuw weer te investeren. Het nadeel is wel, je hebt wel een dollarrisico, maar de dollar is nou niet extreem duur op dit moment. Je hebt het risico wel, dus hou daar rekening mee. Ik geloof dat bij deze Nasdaq tracker, dus dat is de volgende tracker die ik laat zien, ik dacht dat die hier, volgens mij wordt hier in ieder geval iets van hedging gedaan, dus hier wordt iets gecorrigeerd voor, wordt je iets ingedekt voor dat dollarrisico. Ook hier weer, hè, als je die wil kopen, kijk naar de ISIN code. Dit is een Nasdaq 100 tracker, dat is wel even belangrijk om te zeggen. Het is dus niet de normale Nasdaq die hiermee volgt. Die zul je vast ook hebben. Maar ik heb die niet kunnen vinden met een accumulate. Dus met het herbeleggen van dividenden. Dus ik heb deze gepakt. Ik heb deze zelf ook. En deze volgt dus de 100 grootste bedrijven in de Nasdaq. Dus dan zit je meteen ook in big tech. Maar het is dus wel minder gespreid als de normale Nasdaq. Dus misschien kun je,
Als je heel graag in een normale Nasdaq wil beleggen, moet je even zoeken welke tracker je dan moet kopen. Maar dat kun je vinden gewoon te googlen, zoals met bijna alles. En ook deze belegt dus de dividenden opnieuw. Nou, de conclusie is dus, ja, verhalen zijn niet helemaal onbelangrijk. Er kan een goede reden zijn waarom jonge mensen dus een bepaald verhaal volgen. En als dat verhaal bij genoeg mensen leeft, en wat ik zei, sommige verhalen zitten in ons en activeren ons gewoon. En als dat dus bij heel veel mensen leeft, ja, dan blijft dat effect gewoon doorspelen. Dus je ziet nu ook dat Tesla staat nog steeds hoog. En mensen hadden verwacht dat het, nadat het op een gegeven moment behoorlijk daalde, dat het weer in elkaar zou klappen. Dat is nog steeds niet gebeurd. En dus die verhalen zijn niet onbelangrijk. Het is soms ook prima om dat idee te hebben van, ja, ik denk gewoon dat ze super groot worden. Want als je dat idee met Apple had gehad, dan heb je nu ook gelijk gekregen, of met Amazon. Dus dat zou kunnen. Maar raties zijn ook wel belangrijk om in de gaten te houden. Kijk gewoon van, oké, ik weet nu de ratio's en ben ik bereid om dat aandeel dan alsnog te kopen, hè, door het goede verhaal. Maar het is wel handig om er ook naar te kijken. Nou, wees je ook bewust dat verschillende verhalen, dat bij verschillende verhalen kantelingen kunnen optreden. En zeker nu, want nu hebben we iets heel bijzonders. We hebben namelijk een pandemie. En dat is een verhaal wat ook weer verdwijnt. We weten niet hoe, we weten niet precies wanneer. Zelfs met die vaccins weten we het niet echt. Maar waarschijnlijk gaat dit tijdelijk zijn. En dat betekent dus ook dat de verhalen die mensen elkaar vertellen, die beleggers elkaar vertellen, dat die ook gaan veranderen. Zoals met Kinepolis. Iedereen heeft het er nu nog over van, ja, het gaat slecht. En, maar naarmate we dichter bij een vaccin komen, kan het zijn dat die verhalen veranderen. En verhalen stuwen de markt. Stuwen de economie en stuwen de markt. Dus hoe hou je die verhalen in de gaten? Nou, dat kan natuurlijk bij ons, hè, bij De Tijd. Dus ga naar tijd.be. En als ik jullie wel zou ik een abonnement nemen. Maar dat moet je zelf weten. Ik weet dat het ook wel natuurlijk wat kost. Je bent wel goed op de hoogte dan. En tot slot, gebruik je gezonde verstand. Dat blijft natuurlijk belangrijk. Ook bij die ratio's, dus, hè, wat ik noemde. Je kunt mij volgen op Twitter, op @BasVanderHout. Mijn YouTube-kanaal, of eigenlijk YouTube-kanaal van Boelbeer en Bas, heet gewoon Boelbeer en Bas. Dus daar kun je op abonneren. En je kunt op het belletje drukken, dan krijg je sowieso een melding als de nieuwe vlog online staat. En ik heb nog een eigen website, die moet ik moet binnenkort er weer meer aan doen. Maar dat is basvanderhout.be en daar ga ik onder andere ook veel over monetaire economie neerzetten. Met heel veel uitleg en zo. Maar ook over beleggen. Dus neem daar af en toe eens een kijkje. En ik weet het, ik moet meer erop zitten. Maar dit was mijn verhaal. Zijn er nog vragen? Dat is dan nu de vraag. Supergoed, Bas. Er zijn nog enkele vragen binnengekomen in de Q&A. Dus als je de presentatie afsluit, dan kan je die vinden normaal gezien. Oké, ik stop even de share dan. Even zien hoor. Q&A, ja. Oké. Even zien. Er zijn hier veel vragen over de Chinese autofabrikant NIO. Ja, inderdaad. Daar ben ik geen kenner van helaas. Maar ik ga het nu wel, omdat er zoveel vragen over zijn, ga ik het wel opnemen. Mm-hmm. Dus maar ik heb daar geen adrem antwoord op. Misschien een vraag die daaraan gelinkt kan worden in een groeibedrijf. Hoe kan je bijvoorbeeld een groeibedrijf als Tesla, dat is een vraag die ik zelf ook heb. Ja. Hoe kan je, wanneer ze nog bijvoorbeeld geen winst maken, wanneer ze verlies draaien, of heel kleine winsten, hoe kan je een voorspelling maken van die winsten en hoe kan je dan een waardering doen van de aandeel? Bijvoorbeeld met Tesla op het moment dat ze nog niet winstgevend waren. Hoe pak je dat best aan? Ja, als ze nog niet winstgevend zijn, is het moeilijker. Je kunt kijken of je verwachtingen kunt zien van analisten. Want ik denk dat als je het zelf wil berekenen, is het wel moeilijk, denk ik. Want normaal bereken je dat soort dingen ook met cashflow-methodes en zo. Dus DCF, Discounted Value en zo. Of Discounted Cashflow-methode. Maar je kunt wel kijken of analisten, vaak op internet zeggen ze ook wel van ze verwachten voor 2020 iets.
En je kunt natuurlijk altijd kijken naar wat zijn de verwachtingen van het bedrijf zelf. En dus vaak geven bedrijven zelf ook een idee van hoe groot ze willen worden of welke prognoses ze hebben voor de winst. Of een langetermijnplan, hè, daar kun je ook in kijken. Je zou natuurlijk kunnen kijken naar wat er in het verleden is gebeurd aan groei. En dat zou je kunnen extrapoleren naar de toekomst. Dat kun je proberen te doen. Je moet daarbij wat aannames doen. Dus ja, je krijgt daar sowieso geen perfect antwoord op. Maar het is inderdaad een moeilijk iets. En ik zou, dat is inderdaad wel lastig. Van hoe ga je dat berekenen? Maar ik denk, ja, je kunt kijken naar het verleden, is altijd een goede. Je kunt kijken naar bijvoorbeeld bij dat NIO. Hoe was Tesla in die fase? Je kunt dat nagaan. Tesla is nu redelijk lang op de beurs ook. Dus kijk daarnaar en kijk dan van hoe snel zouden ze boek kunnen bijbenen. Maar het is inderdaad, het is echt moeilijk. Als een bedrijf geen winst maakt, is het echt heel moeilijk. Want dan moet je dus echt wel ergens in de toekomst, dat is sowieso wel een ding. Je moet in je berekeningen ergens krijgen dat het een keer winst maakt. En al is dat heel ver in de toekomst, dan kunnen die winsten heel groot worden. Maar het moet wel ergens zitten. Je moet wel ergens iets van een visie hebben op winst. Want als het alleen maar is geld verbrassen en ja, dan... Dus kijk bijvoorbeeld ook naar wat gebeurt met de kosten. Kunnen ze die kosten... Bij Tesla zien bijvoorbeeld dat ze die kosten onder controle kunnen houden van die accu's. Dus kijk daarnaar ook. Ja. Oké. Okay. Dan is er nog een vraag binnengekomen over de opname van Tesla in de S&P 500. Met die vraag dat er dan automatisch meer aandelen gekocht worden, omdat er veel trackers en ETF's die index volgen. Volgens mij wel. Ik was gisteren nacht om 12 uur zag ik ineens het bericht dat ze werden opgenomen. Dus dat is echt groot nieuws. Moment. Ik had blijkbaar mijn telefoon niet op stil gezet. Het was echt heel groot nieuws dat Tesla wordt opgenomen. En inderdaad, dat zorgt voor automatische aankopen. Want ja, een heleboel trackers inderdaad, ik noemde net al eentje, zitten in de S&P 500. Ook een boel fondsen bijvoorbeeld, die zijn er ook aan gelieerd op een of andere manier. Dus een heleboel mensen moeten min of meer verplicht, een aantal fondsen moeten verplicht dat gaan aankopen. Ik verwacht ook een koopgolf daarop. Maar gisteren, ik heb het nu niet in de gaten kunnen houden door dat ik een heleboel dingen te doen had. Maar ik geloof dat het aandeel vandaag ook weer hard omhoog gaat. Dus ik weet niet of iemand daar nu naar kijkt. Maar gisteren nacht stond het al plus 13 voor beurs of na beurs. Mm-hmm. Dus zeker. Ik verwacht dat er een heleboel aankoop moet komen. Overigens, ze hebben ook bekendgemaakt van het gaat in twee delen gebeuren. En doordat dat bedrijf zo duur is en zo groot is, gaat het in twee delen gebeuren. Dus het gaat niet eens in één keer. Dus dat geeft ook weer aan, er is hier iets groots gebeurd. Oké, dan is er nog iemand die vraagt van hoe berekenen ze de cijfers van de komende jaren? Maar die vraag heb je eigenlijk al beantwoord daarnet. En waar kun je al deze informatie over vinden, over die bedrijven? Waar kan je best je gegevens opzoeken? Veel publiceren ze zelf natuurlijk. Je hebt van die kwartaalupdates. Ik denk dat sowieso, als je een abonnement hebt op de tijd, is het handig om het even in te tikken bij de zoekbalk. Want dan zie je in ieder geval de laatste berichten daarover. En dan kun je dus ook, dan lees je ook wel terug van wat is er met de bedrijfswinst gebeurd of dat soort dingen. En dan staat het net iets makkelijker te lezen dan in een update. En bedrijven geven ook kwartaalupdates. Dus als je kijkt op investor relations en je geeft de naam van het bedrijf erbij en je tikt het in op Google. Bijvoorbeeld ik noem wat VGP en dan investor relations. Dan vind je vaak ergens wel bij het nieuws of bij de cijfers die ze geven. Krijg je dan een kwartaal update bijvoorbeeld en daar staat in hoeveel winst ze hebben gemaakt of omzet ze hebben gedraaid. En je hebt natuurlijk ook de jaarrekening en daar staat een heleboel informatie in over het bedrijf, dus ook over de balans. Dus daar kun je een heleboel cijfers in ieder geval in terugvinden. En houden ze ook die prognoses van het, zeker bij groeibedrijven, de prognoses van het management in de gaten. Mm-hmm. Okay. En je kunt mij ook altijd mailen. Dus ik kan in de Bloomberg. En dat is super handig. Ik hoop niet dat nu massaal niet te veel aan mensen doorvertellen, want dan krijg je heel veel mail. Maar ik wil best wel als iemand een keer zegt van, goh, ik moet informatie hebben over dit of dat bedrijf.
over de verwachte winst voor 2023 of zo. Dan wil ik het best opzoeken in Bloomberg en dan kan ik het gewoon sturen. Oké, yes. Dat is heel vriendelijk. Mathieu vraagt, is pensioensparen nog interessant ten opzichte van beleggen? En gewoon beleggen? En vooral het fiscaal voordeel lijkt me interessant, maar elke nieuwe regering lijkt het te verminderen. Ja, ik ben daar heel... misschien dat ik daar behoorlijk verkleurd in ben, maar ik vind helemaal niks. En dat fiscale voordeel vind ik ook raar. Want bij mijn weten is het dan, je hebt één keer fiscaal voordeel, maar ik geloof aan het eind van de rit moet je weer belasting betalen, ook over je totale bedrag wat je dan gespaard hebt, of hebt belegd, met van die fondsen. En ik geloof, dan is je kapitaal nog veel groter en dan betaal je ook heel veel belasting daarover. Dus ik vind het een raar systeem en ik ben geen specialist hierin, hè, maar ik kies er zelf voor om het niet te doen. En sparen sowieso vind ik geen optie. Zeker niet voor je pensioen. Mm-hmm. Dus dat is wel vervelend natuurlijk voor mensen die risicoavers zijn. Of heel risicoavers. Maar ja, ik zie daar geen... ik zie daar niks in. Want ja, de inflatie eet het gewoon op. Je hebt 0% rente. Mm-hmm. En je hebt 2% inflatie. En zoals ik net al zei, weet je wel... Dat klinkt een beetje bot, maar je geld kan niet gebruikt worden. Op een spaarrekening wordt gewoon niet genoeg gebruikt door andere bedrijven om investeringen te doen. En dat is de reden waarom banken gewoon ook niets ervoor geven. En ja, dat klinkt naar, maar dus kun je beter beleggen, denk ik. Mm-hmm. Dus, ja, dat is misschien een gespreide ETF en met lage kosten. Dus misschien interessant in dat geval. Zorg dat je heel goed gespreid zit. Dat je eigenlijk, of dat je zelfs een wereld-ETF hebt of zo. De wereld blijft wel doordraaien. Hè, tenzij we elkaar allemaal met atoomwapens afmaken. Maar ja, dan heb je ook niks meer aan die rekening. Dus, maar normaal gesproken blijft de wereld doordraaien. En de economie ook. Blijft de economie groeien, omdat we steeds beter worden met de dingen die we doen. Worden steeds efficiënter, normaal gesproken. Het is niet zo waarschijnlijk dat je kennis kwijtraakt. Tenzij je weer aan boekverbrandingen gaat doen of zo, maar dat allemaal daar gelaten. Lijkt het mij dat de economie blijft groeien. En als je dus een stukje van die economie hebt, van de wereld, dan zit je redelijk goed gespreid en dan geld is ook niet per se helemaal veilig. Dus ik zou zeker zoiets doen, ja. Oké, dan vraagt er nog iemand. Dat scherm bij de trackers. Hoe kan ik zo'n gedetailleerde info vinden? Heel vaak kun je dat vinden op de website van de... Ik kan even kijken of die erbij staat. Dus dit komt van Morningstar. Uh-huh. Dus misschien even opschrijven. Morningstar. En daar kun je een heleboel trackers vinden. Ook aandelen trouwens. En daar zie je dus al deze informatie bij. Ik vermoed als je de ISIN-code op Google intikt dat je ook al wat krijgt. Maar je hebt gewoon een heleboel uitgevers van trackers. Moet je maar eens een keer googlen. bijvoorbeeld Vanguard en iShares. Dit is geloof ik van iShares. Ja, dat is iShares. En die hebben een heleboel. Die hebben ook allemaal een website. Die mensen die trackers uitgeven. En daar kun je ook gewoon op zoeken. En dan krijg je ook redelijk wat gedetailleerde informatie in de prospectus. Oké, Pieter vraagt, is er een broker die je aanraadt om mee te beginnen investeren? Ik kan wel iets over zeggen. Ik heb een keer een vlog gemaakt over Bucks. En ik had heel weinig tijd toen om dat erin te verwerken. Dus toen dacht ik, Mark, ik laat het weg, maar dat vond ik achteraf toch wel belangrijk. Ik weet dat Bucks is een broker die wel populair is, geloof ik, ook bij jonge beleggers. Maar het nadeel in België, en dat vind ik echt een serieus nadeel, en daar moet ze iets aan veranderen, en anders zou ik het gewoon echt niet aanraden. Want het nadeel aan Bucks is dat ze dus blijkbaar niet de beleggingstax inhouden. Dus de aandelentax. En dat is echt een probleem, want ja, dan moet je dat zelf gaan regelen fiscaal. En als je dat niet goed doet, dan kun je in de problemen raken. Over een totaal van de pot gerukte tax trouwens, maar dat even erbuiten gelaten. Dus dat is wel een ding. Ik zit zelf bij de Giro, dat kan ik vertellen. En die heeft redelijk lage kosten. En ik heb er eigenlijk nooit problemen mee. Dus ja, dat is waar we... Ik hoor ook heel veel goede dingen over Bink en Bolero, maar ik zit zelf bij de Giro. En dus, ja, de kosten zijn wel belangrijk, want zeker als je een kleine beurs hebt,
moet je al helemaal naar die kosten gaan kijken. En dat scheelt behoorlijk. Dus. Kent u de growth dividend strategie? Past u deze beleggingsstrategie ook toe of een andere? Nee, die pas ik niet toe. Ik ken hem wel. Ik ken hem niet heel goed trouwens, maar ik heb er wel van gehoord. Dus nee, die gebruik ik niet zoveel. Ik gebruik wel discounted cashflow. Maar ook niet zo heel veel. Ik ben natuurlijk geen analist. En verder kijk ik vooral ook naar koers-winstverhoudingen en zo. Dus wat ik net liet zien. Maar nee, ik gebruik deze techniek gebruik niet. Nee. Oké, en dan de laatste vraag nog. Iemand die vraagt, van, verwacht je dat het aandeel van Moderna gaat stijgen na het nieuws over het vaccin? Daar mag ik sowieso niet echt iets over zeggen, denk ik. Maar ik kan natuurlijk wel een beetje omheen praten. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik brand mezelf niet aan die vaccins. En de reden is dat ik het heel moeilijk vind. Ik heb er geen verstand van. Dus ik vind het heel moeilijk om... Het staat zo ver van je bed. Dat ik het heel moeilijk vind om te zeggen van... Kijk, ze hebben een goed vaccin, oké, dat is duidelijk. Maar hoeveel verdienen ze dan aan? Dat weet ik ook niet. Want ik weet dat ze natuurlijk ook een beetje, vermoed ik toch, onder druk van overheden staan om het niet al te duur te maken. Je kunt ook niet alles vragen, want waarschijnlijk zijn er best wel een boel vaccins die kunnen werken. Dus er is ook een boel verschillend aanbod. Dus ik weet gewoon niet hoeveel winst ze erop kunnen maken. En ik weet... En dan moet je ook kijken van hoe groot het deel van een winst afhankelijk is daarvan. Dus ik weet, het zal veel gestegen zijn volgens mij. Dus ik brand daar echt mijn vingers niet aan. Ze zijn inderdaad behoorlijk gestegen afgelopen dagen, heb ik het gekeken. Ja, dat geloof ik. Er is toch nog één vraagje binnengekomen. Wat is uw visie over de toekomst van de economische macht van China? Gaat China de grootste economische speler worden? En wat zijn de gevolgen hiervan? Ik ben in ieder geval van één ding redelijk zeker. En dat ze niet snel de wereld als werfmunt zullen krijgen. Dus ik weet dat... Dus ik zal zo meteen even zeggen van wat ik denk over die economische macht. Maar er wordt ook wel eens gezegd van dat wordt echt de volgende wereld als werfmunt. Dat geloof ik niet. En zoals net al zei, ik heb veel onderzoek gedaan naar hoe geldstromen werken. En als ik iets heb geleerd is dat het Amerikaanse systeem... Het dollarsysteem is zo goed en complex en extreem goed geregeld. En zoveel werk, dat ik niet denk dat China daar überhaupt zin in heeft om dat allemaal op zich te nemen. Dus ik denk dat Amerika heel belangrijk blijft voor de wereld. En dat ze ook voor de komende eeuw sowieso nog de wereldreservemunt zullen houden. En het centrum zijn voor het banksysteem. Ze zijn het ook nog steeds. Je zag het. Bij de coronacrisis ook, hè. Niemand gaat naar de yuan toe of zo. Iedereen gaat in dollars. Als de pleuris uitbreekt, gaat iedereen in dollars. En dat heeft één hele goede reden. En dat is omdat de dollar is de wereldreservemunt. En er is altijd mega veel vraag naar. En als de kredietmarkten opdrogen of wat dan ook. Iedereen probeert dollars te pakken. En de Centrale Bank van Amerika is wat dat betreft het allerbelangrijkste... De allerbelangrijkste autoriteit in het systeem. Want die kunnen die dollars maken. En dat hebben ze ook massaal gedaan. Maar dat is gewoon het centrum. En ik denk dus ook dat... Misschien dat China ze economisch inhaalt met het BBP of zo. Of BBP per capita. Maar ik heb nog steeds wel een goede hoop dat de VS leidend blijft. En dat mogen we ook hopen ook. Want China is geen best land. De waarheid in China is niet best. Dus, Oké, supergoed, Bas. Dat was de laatste vraag. Bedankt voor de leerrijke presentatie en jouw enthousiasme. Ik denk dat er heel wat mensen, dat er heel wat vragen beantwoord zijn voor heel veel mensen. Yep. En dat er na vanavond misschien ook wel wat mensen hun eerste stappen op de beurs zullen zetten. Dat hopen wij toch alleszins. Ik ook. We willen jullie vanuit Capitent ook bedanken voor de flexibiliteit, omdat we toch redelijk last minute nog een online alternatief hebben moeten voorzien. Persoonlijk kan ik ook nog iedereen aanraden om zeker eens een kijkje te nemen op het YouTube-kanaal van Bas. Ik ben er zelf heel erg fan van en het heeft mij ook al veel geholpen met mijn beslissingen in mijn eigen aankopen. Bas post elke week een filmpje van een drietal minuten. En dan ben je op de hoogte van het belangrijkste beursnieuws van die week. Dus dat is zeker een meerwaarde voor iedereen die hier aanwezig is, denk ik.
Nog één praktische zaak. De In-In Investment Game die we hebben al zien gepland hebben dit semester, die zal doorgaan naar het tweede semester, omdat daar geen online alternatief voor is. Dus die willen we echt fysiek laten doorgaan. Volg zeker onze Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven hiervan, want we willen die zeker en vestig wel laten doorgaan. Maar we hebben nog geen concrete info wanneer het dat zal zijn, maar die gaan we op tijd aankondigen. En dan wil ik voor de rest al onze leden vanavond bedanken voor de aanwezigheid. Wanneer jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd persoonlijk een berichtje sturen of via de pagina van Capitant. En indien jullie geen vragen meer hebben, dan zien we jullie graag op het volgende event. Dank jullie wel.